Jongens, ik sta natuurlijk even naar een nieuwe video. Wij gaan een nieuwe video maken over Nerf creëren. En dan stop ik niet om te doen. Maar niet op een ijzer of iemand omdat ik heel erg bloei aan mijn lip. Laten we gewoon beginnen met het nog. Ik ga beginnen. Nee. Oké. Ja, dan. Jij moet alleen het beeld zetten op de toren. Moet ik proberen. Is dat ladentoren? Het is heel moeilijk om het in hand te schieten. Excuseer. Oei, alcohol is eruit. Ik ga stoppen, want het loopt niet. Oké, we gaan het even op een andere plaats zetten. Of eigenlijk kunnen we het beter. Daar zetten we het anders. Zien jullie niet dat het om is of niet? Ja, er zijn er twee af. Woep woep. Eentje van. Drie zijn er om. Maar die moeten eraf liggen. Die moeten eraf liggen. Oeh, dat is moeilijk. Net even blij. De vier ogen. Het is heel moeilijk, beste kijkers. Want het is heel moeilijk om op een grote afstand de kleine opjes te schieten. Oké, en nu is de beurt aan Torre. Die lukt, dat is super goed dat kan, want mijn donder wel eens en mijn bloedvaart zit er dan in. Oké, deze is zo fantastisch. Wat een wang, man. Ja, oh, er ligt hier een oma. Ja, spijtig dat die hier echt af moeten maken. Het is een strenge regel, maar goede regel. Oeh, die. Ik zou hier niet. Oh, oh, die blijft. En die blijft daar achter de pinguïns liggen. Dat is moeilijk. Dat de moeilijkste is niet. Witzel. Je ziet het niet goed. Alleen je ziet het niet. Nou, hij zit hier helemaal van onder en daarom is heel moeilijk. Oké, en we gaan verder. Wat? U is veel van wijzen en ik zit daar met hoofd. En ik doe, en de speler doet zo. En dan pak ik hem. Ja, dan gaan we nog eens. Als de speler dat doet. En jij pakt hem dan, dan moet je hem spullen maken. Dan mag je hem niet pakken. Ja, nog. Eentje kopen, dat is in de lucht. Dan even op pauze zetten tot we het vinden. Oké, hoe zijn we? Als de koppel dan. De koppel. Ja,
Maar ook morgen moet kiepen. Wat? Ik denk dat morgen moet kiepen. Dat is echt zo. Kiepen, maar ja, dat is juist. Weten jullie alle open wat met één ploeg komt? Dat wil zeggen dat er één ploeg een helft gaat spelen in de open. Oeh! Oeh! De tweede helft gaat aan. Nice! En op het moment dat je geen... Als je geen match hebt, dan heb je een alternatieve training, een leuke training. Ja, maar dat is dan weer. Oh, ik heb het eerste schot, dat was fantastisch. Daar waren er drie af, denk ik. Ja, drie af. Eén pinguïn, Simon en Ivan de Kikker. Een beetje. Komt hier tekort? Ja, kijk, dus als je het zelf wilt doen, het is wel heel moeilijk, maar absoluut niet gevaarlijk. Oké, Godverdamme, joh. Dat is echt dikke kut. Ja, liever daar. Verder, geef je het kast met achteren. Haal hem af. Ja, ja. Ja, die gaan we zeker terug winnen. Ik heb hem al gevonden. Oh, oh, nee, dus stil. Oei, Patty, drie maar. Daar waren de regels heel uitgevallen. De middenstip. Nee, door de regels op aard. De tribunes, de thuissupporters, hadden zich er toch weer een van voorgesteld. Oké. Kom, kijk eens. Dit zijn de kogeltjes. Daar zijn ze wel tevreden. Nu de KV Kortrijk doet het meer dan behoorlijk. Afzetten. Dus, dit gaat de laatste ronde worden. Nee, er is nog één kooltje weg. Dus, we gaan even op pauze zetten. Dit is het laatste schot. Laatste die schot. Dit is Kroatië in Europa. Ja, hè? Oh, die twee ze waren bijna al. Wat was er ook bijna al? Dat is iets van goed. Kijk dus, nu gaan we de video afsluiten. Like en abonneer op ons kanaal alsjeblieft. Dus later.